tegen het oude centrum van de stad is in de jaren 50 de verzetsbuurt ontstaan. De buurt ligt binnen een rechthoek, omsloten door het Haagje, de Kanaalweg, de Bentingslaan en de Notaris Mulderstraat. Haar eigen karakter, onderscheiden van het centrum, ontleent de buurt aan haar relatief goedkope huurwoningen. Vrij kort na het ontstaan van deze buurt heeft men geprobeerd tot een buurtvereniging te komen. Dit bleek echter na korte tijd geen vruchtbare zaak te zijn, door gebrek aan medewerking van zowel bewoners als gemeente. De naam van de buurt is ontleend aan mensen uit het verzet, naar wie de straten werden vernoemd. Kwam de gemeente met een ontwerpwelzijnsplan. Hierin kon de inmiddels opgerichte werkgroep Verzetsbuurt tot haar ongenoegen geen enkel aanknopingspunt ontdekken voor deze buurt. Toch waren er, ook in die tijd, vele activiteiten ontwikkeld in de buurt en moest er een ruimte gevonden worden om bij elkaar te kunnen komen. Eigenlijk is zo begonnen hier in de buurt, in het begin, dus dat was in de jaren 70 ongeveer, kwam hier iemand van de SSHO, kwam hier en bij verschillende mensen. Die heeft dus contact gezocht hier met mensen uit de buurt. Hij is van het ene contact is hij naar het andere contact gegaan eigenlijk, want dat was eigenlijk meer van mond op mond van... Hij wou eens een groepje mensen bij elkaar hebben uit deze buurt. Is hij bij mij geweest, ik heb hem dus verwezen naar ga daar eens naartoe, praat daar eens mee. En zo is dus eigenlijk ons samenwerking dat er een groep mensen bij elkaar is gekomen. En onze eerste vergadering hebben we gehouden hier in het gezondheidscentrum. Daar hebben we onze eerste vergadering allemaal gehouden. Daar is eigenlijk een werkgroep eigenlijk ontstaan. We zijn de buurt ingetrokken, we hebben dus enquêtes gehouden in de buurt, waar dus met een heel aantal, heel veel vragen naar de buurt in, van over, ook naar vragen die overal eigenlijk betrekking hebben over het woonomgeving, op wat is hier mis in de buurt en noem maar op, zo huisvestingen, straten, totaal alles eigenlijk, hebben we vragen ingezet, dus parkeerruimte enzovoort, speelterreinen. Eigenlijk wat eigenlijk de hele buurt behoort, zeg maar. Die vragen hebben we dus opgesteld. Uit die enquêtelemengen zijn dus een heel aantal dingen naar voren gekomen dat er toch wel belangstelling was uit de hele buurtlemengen voor een werkgroep of een buurtvereniging, wat dus
die toch een beetje gespinnen en weer de belangen van de buurt ook in het oog hield. Nou, we hebben dus een vergadering gehad met mensen eromheen, met de buurtvergaderingen. En waar dus ook wel een aantal vragen naar voren kwamen. En die we dan probeerden als werkgroep op te lossen natuurlijk. En zo zijn we dus eigenlijk hier begonnen in de buurt te werken. In 1982 wordt in de verzetsbuurt officieel een buurtvereniging opgericht met de naam Verzetsbuurt en Oost. Het doel was een buurtcentrum te realiseren samen met de gemeente. Dit resulteerde uiteindelijk 5 jaar later, in 1987, in de beslissing van de gemeente om het voormalige houten schoolgebouw, de Blauwe School aan de Jan Dekkerstraat, door de buurtvereniging te laten gebruiken. De gemeente die heeft dus, had een toezegging aan ons gedaan om het gedeelte dat bleef staan op te knappen voor 50.000 gulden. Dan hadden wij dus een beetje een behoorlijk gebouw waar we onze activiteiten dus konden houden. Maar we hebben die zaak van alle kanten bekeken. En we hebben gedacht, jongens, hier kunnen we 50.000 gulden stappen. Maar het is een oud gebouw en het is eigenlijk, en daar hebben we dus ook tegen weer, een bodemloze put. Want dit jaar is 50.000 gulden ingestapt. Weg, volgend jaar kunnen we weer gaan stappen en kunnen we doorgaan. Want het is eigenlijk een gebouw waar het eigenlijk is afgeschreven. Daarop zijn we dus doorgegaan, borduren. We hebben dus eigen ontwerpen gemaakt, een ontwerp gemaakt voor dezelfde nieuw gebouw. We hebben zelf eens berekend wat die kosten zouden worden. We kwamen dus zo'n beetje uit op zo'n beetje 280.000 gulden in die tijd. Ja, met zelfwerkzaamheid erbij. En ja, we willen echt de schouder er wel onder zetten om toch een behoorlijk buurtgebouw te krijgen. Dus toen zijn we weer naar de gemeente gegaan. We hebben veel contact gehad toen in de tijd met wethouder Drent. Die was toen nog wethouder bij ons in voor Bellentijn. Je hebt allemaal begrip van onze situatie, maar het is vaak altijd bij de gemeente en waar ook elders natuurlijk al, het geld is het grote probleem eigenlijk. Ja. En ook voor ons was dat een groot probleem, want geld was er dus niet voldoende om ons daar iets kunnen steunen. Het lag wel zo omheen dat dus, ze waren er wel van overtuigd omheen, dat de noodzaak van een gebouw voor de verzetbuurt, omdat het een van de oudste buurten van Overveen was. En ook denk ik de enige buurt nog in Overveen die dus geen buurtgebouw had in die tijd. En zo hebben zich die plannen eigenlijk verder ontwikkeld naar gesprekken en met BMW, met ons, met de dienst van de gemeente werken. We hebben wel zijn ouders erin betrokken. Toen hebben we nog nader aan contact gehad met het puntenspeelzaadje van het tamboertje. En die wilden daar graag weg waar ze nou zitten, omdat ze dus in een stukje in de stadion van de kerk zitten, waarin we van de kerk toch. Die wilden wel bij ons in het oude gebouw nog komen, maar na nader inspectie van het gebouw is bekeken, was het gebouw toch niet meer geschikt om daar een puntenspel in verband met alle andere problemen die eraan vasthangen van zij brandgevaar, zij dus het was totaal niet geschikt zeg maar om daar een school te houden en dat is ook afgekeurd toen. De roep om een eigen stenen onderkomen voor de buurtvereniging ging niet onopgemerkt aan de gemeenteraad voorbij en zorgde voor veel discussie. In 1989 besloot de gemeente te kiezen voor een stenen gebouw dat zou moeten verrijzen op de plek van het oude houten schoolgebouw. Hierin zouden ook andere organisaties die ruimte nodig hadden voor activiteiten
samen met de buurtvereniging worden ondergebracht. In de zomer van 1989 werd de Blauwe School gesloopt. Een van de voorwaarden voor de realisatie van de nieuwbouw was dat de buurtvereniging zelf in eigen beheer de oude houten school moest slopen. Dit mocht pas gebeuren nadat de gemeenteraad toestemming had verleend voor de bouw van het nieuwe onderkomen. Om te voorkomen dat het sloopproject halverwege zou blijven steken wegens de te grote omvang, want het was toch wel een school met 7 lokalen, heeft de buurtvereniging de school in zijn geheel aan iemand verkocht met als voorwaarde totale sloop. Het voordeel hiervan was dat niemand in de buurt hier blauwe vingers aan opgelopen heeft of een zeer rug heeft gekregen en dat gegarandeerd was dat de buurtvereniging met een positief saldo uitsprong. Om te voorkomen dat de clubs die er zijn en de activiteiten die er zijn uiteen zouden vallen als we, zoals zich liet aanzien, een jaar geen onderkomen zouden hebben, zijn we dus als buurtvereniging uitgeweken naar de Rank, een ruimte aan de Van Echtenstraat in Hoogveen, wat in het gebied lag, en die bleek weliswaar tegen een vergoeding, maar die bleek eigenlijk op al onze verzoeken om ruimte te kunnen voldoen. Meevallen, het gevolg dat er weliswaar kosten waren, hogere kosten dan in de blauwe school, maar het grote voordeel was dat de activiteiten voortgang konden vinden. Dat is nummer 84, wie is de gelukkige? Nummer 84. 84, nee Dirk toch? Nummer 84, wie is de gelukkige? In de zaal, daar komt ie. De plankjes graag weer inleveren bij voorbaat. Hartelijk dank. Naast de buurtvereniging wordt ook het ouderenwerk en de peuterspeelzaal Tamboerke ondergebracht in het nieuwe centrum. Er komt een grote zaal voor gemeenschappelijk gebruik, met daarnaast verschillende vergaderruimten, een bar, een keuken, een biljart, een jeugdhonk en op de tweede verdieping vinden we de kantoren van het buurt- en maatschappelijk werk. Gezamenlijk in het hele plan hebben ze gebruik van de grote zaal en de kleine zaal, wat gescheiden is door middel van een vouwband, wat open kan en dan heeft men één ruimte. Deze zalen zijn dus gemeenschappelijk, zowel vanuit het ouderencentrum als vanuit het buurtgebouw bereikbaar en te gebruiken, waarvan de kant van het buurtgebouw ook nog weer de mogelijkheid bestaat om de activiteitenruimte, de ruimte van haarzelf, te schakelen aan de kleine en grote zaal, zodat we één grote ruimte krijgen met hier een uitgifte. De openbare aanbesteding van het wijkcentrum gebeurde op 22 februari 1990. Het ontwerp is van het Hogeveense architectenbureau Terveld en Hoogstra. De bouw kan beginnen. Thank you.
voorzitter Jan Post van de buurtvereniging Verzetsbuurt en Oost. Maar waar zijn we voor vanmiddag bij elkaar? Is het plaatsen van wat eerst heette de eerste steen. Maar die zit al een paar maanden diep onder de grond. Hier, zo'n 1,5 meter dieper dan waar we nu staan. Toen was het toch, ja, dat moet doen. Dit gebouw bouw je maar één keer. Het is een vechter geweest om zoiets te krijgen. Doe maar één keer, moet er iets aan doen wat voor de nageslacht toch op de manier een herinnering blijft. Toen kwam er iemand het idee, nou weet je wat, we maken er een steen met een tekst van. Niet te wild, heel klein, niet een lang verhaal. Bescheiden, zoals dit gebouw bescheiden is. Want de plaatsing, daar hebben we gedacht, wie moet dat doen? Daar kwam eigenlijk unaniem heel snel het idee uit dat Jan Post, die hier naast me staat, voorzitter van de buurtvereniging Verzetsbuurt en Oost, en dat al meer dan 12,5 jaar, want hij was al in de werkgroep actief bij de oprichting daarvan, die ging streven naar een buurthuis, en hij is nog steeds voorzitter. Hij heeft beloofd dat hij na de realisering van het gebouw ermee stopt als voorzitter, maar als activist blijft hij. Maar hij belooft dat hij eindelijk als voorzitter opstapt. Je moet een keer de kans geven, ook aan anderen. Jong bloed erin, want wij merken dus meer op de jongeren in de buurt. De jeugd heeft de toekomst. De toekomst is aan de jeugd ergens. En ik denk dat we dus een keer, op de jaren bij de 65, dat we dus wat ons betreft wel het werk weggedaan hadden en dat het maar een keer de jongeren overgenomen wordt. Zo bekijk ik dat. En ik denk ook dat het terecht is. Ik ben bijzonder blij dat we zover zijn. Dat we vandaag de steen kunnen leggen. Ik ben ook blij dat de heer Post gaat doen. Ik dacht altijd al dat hij activist was. En niet alleen voorzitter van. Maar hij heeft zich bijzonder sterk gemaakt. Zeker voor wat dit gedeelte betreft. En hij heeft bijzonder zich ingezet. Ook met het bestuur van de stichting zoals in Halle. Om te realiseren te komen van één gebouw samen, elke gedeelte dan waarvan één heel duidelijk gedeelte samengebouwd is. Ik ben blij voor die samenwerking. Ik ben blij dat we zover zijn gekomen. Ik ben blij dat het zover vordert en zo snel gaat. Daarvoor dank aan alle mensen die daaraan meewerken. Ik feliciteer u allen met deze dag. En ik wil graag namens gemeentebestuur de steen overhandigen aan de post om hem een prachtig plekje te geven in dit gebouw. Dank u wel. Niet geheel onbelangrijk is de inzet van de Hogeveense wethouder voor welzijn, sociale zaken en volksgezondheid, Koos Huizing, geweest. Zelfs heeft hij wel zijn ouderen een keer een ultimatum gesteld om een beslissing te nemen of nu wel of niet zou worden meegedaan dit multifunctionele gebouw tot stand te laten komen. Citaat. Als welzijn ouderen niet snel van standpunt verandert, dan is het gebouw aan de Jan Dekkerstraat een gepasseerd station. Dan hebben ze de boot voorbij laten gaan en is dat niet de schuld van de gemeente. Dat was nodig, denk ik, om dat te zeggen destijds. Want was het nodig? Omdat ik het onverantwoord vond om de buurtvereniging nog langer te laten wachten, gezien even de voorgeschiedenis en de toezegging over dat oude gebouw, uiteindelijk tot ontdekking te komen dat zoveel middelen vroeg dat je dat niet moest doen. Het gebouw was inmiddels afgebroken, dus die buurtvereniging moest ook ergens anders voor hun activiteit een onderdak zoeken. Dus ik vond het onverantwoord om de buurtvereniging Verzetsbuurt nog langer te laten wachten op de beslissing van wanneer beginnen we nu een keer, wanneer niet. Nou, ik ben zelf er nog steeds van overtuigd dat we een hele goede combinatie hadden gevonden. Dat voor wat de eigen verantwoordelijkheid betreft en ook de eigen activiteiten de voldoende ruimte zat in de combinatie van dit gebouw, van dat men daar invulling aan kon geven. Van het voorgedeelte, laat me even zo noemen, de kant van de Jan Dekkerstraat, is met name bestemd in de eerste plaats voor ouderenactiviteiten. De grote zaal is dan een combinatie. Nou, ik vind dat we voldoende tegemoet waren gekomen aan de Stichting Welzijn Ouderen om aan datgene wat zij vroegen, een eigen gebouw, om daar ook hun in tegemoet te komen. Ik
vind ook nog steeds dat we daar ook voldoende in geslaagd zijn. Dat me soms met een grote zaal wat afspraken moet maken, ik vind dat dat die doelstelling niet aantast. En, maar zolang wij er nou mee bezig geweest zijn, ja, dat geeft gewoon nog een dankbaar gevoel dat als wij dat zo ver voor elkaar gekregen hebben, hoor. En er zijn leuke contacten, ook met de gemeente in het begin. Ja, het is wel even worstelen, maar in zijn geheel, ja, dan verlangen we naar de officiële opening. Zeker weten. Ondanks alle discussies en dankzij de inzet van een groot deel van de mensen uit de wijk, jong en oud, is het welzijncentrum er toch gekomen. Ja, in het nieuwe centrum zal het zeker niet zo zijn dat de oude situatie van de blauwe school zal worden voortgezet. Simpel. Er zal meer moeten gebeuren. Het gebouw biedt veel meer mogelijkheden. Het is voor het eindelijk dat er een buurtgebouw in deze buurt is. Maar het kaarten zal zeker doorgaan. De schoolclub zal in omvang kunnen toenemen. Tafeltennis afgelopen jaar niet kunnen plaatsvinden omdat dat als enige dat we daar geen onderkomen voor konden vinden, zal ook door kunnen gaan in een grotere bezetting. De handwerkclub krijgt een knusse ruimte ter beschikking. De kinderclubs vanzelfsprekend die op woensdagmiddag het hele gebouw inclusief de grote zaal ter beschikking krijgen. De toneelclub zal nu in het eigen huis kunnen repeteren en wellicht in een nieuwe opzet zoals we die denken. De ontmoeting, gewoon in de ontmoetingsruimte rond de bar met een kopje koffie, een frisdrank of een pilsje. Daarnaast zal er een intensieve samenwerking komen met de Peuterspeelzaal. Kinderen grotendeels uit deze buurt afkomstig zijn. Er zal een nadrukkelijke samenwerking komen met het opbouwwerk en het maatschappelijk werk in het huis gevestigd is. En heel zeker ook zal er samenwerking komen met het ouderenwerk, wat zich ook in het pand in het ouderencentrum afspeelt. Maar wat voor deze buurt ook heel belangrijk is, gezien het aantal mensen die binnen de doelgroep van het ouderenwerk vallen. En daar val je al binnen als je de 50 gepasseerd bent. Al met al, het gebouw moet gaan bruisen van activiteiten en echt moeten veel meer dingen komen. De openingstijden worden ook veel uitgebreider dan in de school mogelijk was. De unieke kans om voor de buurt om te laten zien dat zij het waard waren om door de gemeenschap deze investering te laten doen. Heel duidelijk. Het is eigenlijk wel meer een trots of een beetje een ijdel gevoel, denk ik, dat je dus eigenlijk na zoveel jaren denk ik, werkzaam in zo'n buurt. En dat je dus een bepaald doel voor ogen hebt gesteld, en dat is in dit geval dus een buurthuis. Dat je dan dat ziet verrijzen, dan zeg je toch, we hebben ons werk niet voor niks gedaan. En dan ben je toch wel een beetje trots op van datgene wat je gedaan hebt. Zonder meer. Maar daar zijn we er alleen niet mee. En als de gebouwen staan, dan moeten we verder. En maar er moet dan steeds meer ontwikkeling in komen. Er moet veel meer kanten gedaan worden, misschien. En ik hoop ook dat er dus andere mensen zijn die dat werk gewoon voortzetten. Het nieuwe gebouw heeft de naam Het Knooppunt gekregen. Wethouder Huizing onthulde op 22 oktober 1990 het wandtableau waarop de naam vermeld staat. De penningmeesters van de stichting Welzijn Ouderen en van de buurtvereniging Verzetsbuurt en Oost boden de wethouder een symbolische cheque aan van elk 50.000 gulden als bijdrage in de bouwkosten. Namens van bestuur en de activiteitsgroep wil ik allen die hebben meegewerkt en voorheen bedanken. De politiek, de gemeenwerken, de ontwerpers, de bouwers en de architecten en de buurtwerkers. De leden en de mensen van ons bestuur en activiteiten worden geweldig inzet. Ik reken met de hoop dat dit gebouw dat in enkele van jaren mag bijdragen tot welzijn en leefbaarheid van in deze buurt. Nogmaals, alle hartelijk dank.
17 juni 1991 was het knooppunt eindelijk echt klaar. Als eerste object in Hogeveen kreeg het ouderenannex buurtcentrum een kunstwerk op de gevel geplaatst in het kader van de 1%-regeling van de gemeente. Van de bouwkosten van projecten die uitgaan van de gemeente wordt 1% besteed aan toegepaste kunst. De bewoners kozen zelf het thema van het kunstwerk, ontmoeting. Het ontwerp van kunstenaar Adrie de Fluiter uit het Drentse Holsloot symboliseert deze ontmoeting, waarin jong en oud verkeren en elkaars werelden aftasten en men oog heeft voor elkaar en open wil staan voor de ander. En ik wens met de kunstenaar alle bezoekers van dit gebouw toe dat zij met ingang van heden het gebouw anders gaan beleven.